goedemorgen. Het is vandaag zondag. Zondag 30 januari, ene laatste dag van het jaar. Ik ben vandaag even vroeg opgestaan. Want ik moet echt heel erg nodig deze nagels fixen. En de andere hand ziet er nog erg uit en die kan ik nou niet laten zien. Ja, dus ik ben nu aan het rijden naar het Alexandrium. Om daar snel mijn nagels te fixen. En ik hoop dat ze echt plek hebben. Want ik denk dat ze het nu echt zo onwijs druk hebben. En dat begrijp ik ook wel. Want morgen is het gewoon oudjaarsdag. Ik rij nu trouwens in deze oude Polo weer. Want Nessie heeft mijn BMW meegenomen. Ik ga een stuk. En dit is eigenlijk mijn oude auto. Dit is een auto van 2004, 2003 denk ik. Maar hij rijdt echt zo fijn. Dat is niet normaal. Ik vind deze auto echt zo chill rijden. Het is trouwens een automaat. Maar echt, dat is echt een fijne auto. Wij een last minute planning hebben gemaakt voor oud en nieuw. En we hadden echt helemaal geen planning. Maar we gaan nu gelukkig naar vrienden toe. En daar heb ik echt heel veel zin in. Want vorig jaar was ik alleen met Esmee. Want Nessim had best wel veel optredens die tijd. En nu heeft hij maar één optreden. En dat is gewoon na 12 uur gelukkig. Dus we kunnen gewoon lekker samen zijn. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Dus we kunnen nu lekker samen het nieuwe jaar ingaan. Dus met rijden meestal mijn grootste probleem, maar hier kan ik gelukkig bij. Het is zo irritant, want ik kom echt nooit bij. Ik heb nog niet eens ontbeten. Maar ik ga echt eerst mijn nagels doen hoor, want ik ben echt bang dat ik het anders niet kan doen. Eigenlijk helemaal niet uit. Ik heb gewoon mijn zwarte jas aangedaan, een blouse van LA Sisters. Zo'n losse broek van de Zara. Kijk, hier zit gewoon mijn witte sokken. Ik ga helemaal stuk. En mijn schoenen van de Zara. Gewoon zwaar bestel. Snel heen en weer. Ik ben net klaar met mijn nagels doen. Ik moest best wel lang wachten. Maar ik ben echt blij dat ik op tijd ben vertrokken. Want het was echt zo druk toen ik klaar was. En het was echt gewoon sowieso echt druk bij Alexandrium. Dus ik ben echt blij dat ik op tijd ben vertrokken. Dit zijn trouwens nu mijn nagels. Gewoon natuurlijk. Ik weet niet of je het nu heel goed zien. Ja, je focus nu een beetje niet. Maar het is gewoon echt heel natuurlijk met een glansje. Niks bijzonders. En ik ben ook even snel naar Issy Paris geweest. Om nepwimpers te halen. Want die van mij zijn allemaal op. En de laatste die ik over had waren de meest natuurlijke van Queen Tarzi. En die vond ik iets te saai voor oud en nieuw. Nu heb ik deze gekozen. En die is best wel heftig. Dat was niet echt de bedoeling, maar de rest vond ik helemaal niet mooi. Nou ja, niet mooi. Heel veel past ook gewoon niet bij mijn ogen, want ik heb amandelvorm. En best wel klein ook, dus ik kan niet zeg maar van die wimpers kopen waarvan de uiteinden echt super lang zijn. Want dat is bij mij gewoon echt super lelijk. En nu heb ik Nora gekozen. En die zijn volgens mij best wel heftig. Maar ik ben echt benieuwd hoe ze eruit gaan zien. Dus ja, ik ga nu even snel naar huis en dan ga ik me even klaarmaken. Ik ga even mijn haren doen en zo. En dan haalt Nessie mij op. Ik ben net thuis en ik ga nu de koken heerlijke broodje eten. En ik ga er echt heel erg van genieten. Oh my god. Deze toast is toch niet normaal, ziet er zo goed uit. Oh. Dieet gaat verkeerd. Over dieet gesproken. Ik weet niet hoe we dit moeten communiceren. Maar de laatste week van december is bij mij en Sam allebei een beetje slecht gegaan. Qua dieet. En hebben we gisteren geappt en we hebben besloten om de einddatum 15 januari te verschuiven naar 30 januari. Dan is het op zijn minst een beetje realistisch om 10 kilo af te vallen. En daarnaast dan kunnen we de laatste week van december ook een beetje goed maken. Want ja, het gaat gewoon niet zo goed met de feestdagen. En oud en nieuw komt eraan. Dus ja, we gaan allemaal eten. We willen allemaal genieten van de feestdagen. Dus ja, zodoende. Dan weten jullie dat. Ik weet niet hoe we dat verder moeten communiceren naar iedereen toe. Maar ik denk dat ik en Sam sowieso even in januari gaan afspreken begin januari. En even kijken hoe en wat. Als jullie benieuwd zijn naar dit blouseje, het is van LA Sisters. Ik heb een kortingscode, het is gewoon Miriam. Dus go and get it. Deze zijn echt heel snel uitverkocht. Dus het is super fijn. Ik vind deze stof ook echt heel erg chill. Ik ga nu mijn broodje even opeten. Ga ik me snel fatsoeneren en dan
zien jullie mij waarschijnlijk straks met Nessie. Zo zien de wimpers eruit die ik heb gekozen. Ik vind ze echt mooi. Alleen de uiteinden zijn iets te lang voor mij. Dus die ga ik wel knippen. Ze zijn sowieso een beetje aan de brede kant. Dus ik kan er nog wel mee spelen. Tussen Night Days Fiancé aan het kijken. Ik vind het echt een heel leuk programma. Die volg ik echt al jaren. Maar ik mis de oude mensen een beetje. Met Paola en Anvisa en zo. Ik vind deze wel iets minder, maar ik kijk het toch wel. Kijk, het is het verschil. Dat is met nepwimpers natuurlijk en het is zonder. Ik vind deze echt heel erg mooi. Zoals ik zei, heb ik ze wel een stukje geknipt aan het uiteinde. En ik vind dit echt heel erg mooi bij mijn oogvorm. Wat vinden jullie van deze? En nu zien jullie mijn nagels ook iets beter. Zie je, het is eigenlijk heel erg natuurlijk, maar met je een glansje. Ik heb me net klaargemaakt, heb mijn haren gedaan. Ik heb mijn nieuwe trui aan van de Zara. En deze heb ik gescoord bij de sale. Hij is net thuis en hij gaat heel snel naar de wc, want hij moet heel lang aan de wc. Hi Nes! Hi lieverd! Ik zei het toch. En ik heb een trekking aan van de Zara. Ook nieuw, maar deze is gewoon van de nieuwe collectie. Dus niet van de sale. Ik weet niet of die nou wel in de sale komt hierna, want die final sale, maar hij ziet er zo uit. Deze outfit is echt zo cute. Ik heb dus deze schoenen eronder aan. Maar die horen hier echt totaal niet bij. Dat was echt totaal niet de bedoeling. Maar wij gaan nu foto's maken. Tenminste, Nessie gaat foto's van mij maken. Buiten en het regent. Dus ik heb gewoon even snel deze aangedaan. En dit komt toch niet op mijn foto. Want ik ga gewoon vanaf hier een foto maken. Zo, what the fuck is dit nou weer? Nou, Nessie heeft echt net heel veel foto's lopen te maken van mij. Voor een oliebollenkraam. Het wou maar niet lukken. Het is nu al super donker buiten. Dus de foto's lukken gewoon niet. En ik had een oliebol gehaald. Die is inmiddels echt niet meer lekker eigenlijk. Hoe ik zo'n foto's heb gemaakt. Maar uiteindelijk stond ik wel een beetje voor paal. Want het wou maar niet lukken. En die mensen dachten daarvan. Ja, ga je ook nog een keer weg of zo. Te gelukkig die zoontje. Van die mensen van de oliebollenkraam. Die herkende Nessie op het einde. Dus dat was minder voor schut. Ik hoop nou dat ik mijn foto heb. Inmiddels heb ik mijn schoenen omgewisseld voor deze. En dat zijn die nieuwe schoenen van Puma. Het is echt super chill. En ik vind ze ook echt super vet. Inmiddels ben ik met Nessie in Rotterdam-West. En zijn we even langs de Lazaret. Ja. Om onze was op te halen. Dus die is net zo nou in de auto aan het doen. Zo, we hebben nu de was opgehaald. Wat gaan we doen? Wat wil je doen? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik zou eerst met Nessie pas maar op die auto's aan het controleren. Voordat je een boete hebt. Even kijken. We zouden eerst naar de Bijenkorf gaan, want Nessie wil eigenlijk nog een outfit halen voor oud en nieuw. Maar hij heeft toch last minute besloten om dat niet te doen. Ja. Want hij vond het toch niet bijzonder genoeg, hè? Hij vindt een beetje geld verspillen. Ja, hij denkt van ik haal wel een outfit uit de kast. Nu weten we niet zo goed wat we moeten doen, want we zouden dus de stad ingaan. En toen zei Nessie van zullen we naar de bios gaan, maar er zijn niet echt leuke films. En nu denk ik, ja, nu weet ik ook niet meer wat we moeten doen. Ik wil wel een cappuccino van McDonald's, mag dat? Dat kan. Jongens, ik heb een lekkere koffie gehaald bij de Mac. En hij heeft me veel gevoelige tanden opeens. Hij heeft een flesje water gekocht. Hij heeft heel erg veel medelijden met zichzelf. Komt er wel als je 3 jaar niet naar de tandarts gaat? Nee. Het lijkt alsof ik een of andere zwerver ben. Ik poets mijn tanden 2 keer per dag, man. Je bent 3 jaar niet naar de tandarts geweest. Ja. Wat moet ik doen? Ja. Daardoor komt het. Nou, bedankt. Ik vind je vandaag een beetje op Bert lijken. Wie is Bert? Van Sesamstraat. Jongens, ik ben vandaag niet in de mood. Nee, hij is echt absoluut niet in de mood. Dus mag ik ook wel een keer zo'n dag hebben, toch? Ik ben een beetje ongezellig met mezelf. Leuk hoor. Ik ben vandaag eigenlijk gewoon super vrolijk. Echt. Nee, ik niet. Ik wil eigenlijk gewoon in bed liggen en slapen. Nou, ga maar. MC. Jalla. Oké, wij hebben verder de hele dag eigenlijk geen shit gedaan. We hebben op de bank gelegen, tv gekeken, gedronken en gegeten en that's it. En Nessie is net even naar de studio gegaan voor een late studio sessie met Fanny. Toen dacht ik, ik ga nu toch mijn make-up eraf halen. En de vlog is volgens mij best wel shitty nu. Dus ik laat even zien
Ook mijn gezicht reinig. Dit is nog een beetje overgebleven van mijn make-up. Bijna niks. Mijn huid zuigt letterlijk bijna alle make-up op. En daarnaast heb ik mijn nepwimpers al af en is mijn lipsen voor ook al af. Waar ik mee begin is meestal met dit. Maar ik heb nu even weer in de hand, dus ik ga het even pakken. Ik begin tegenwoordig met deze doekjes. En deze heb ik gewoon van Picnics. Van Picnic. En dat zijn gezichtreinigingsdoekjes. Normaal heb ik altijd van de Nivea. Nou, van de... Zo, ik kom naar mijn woorden. Normaal heb ik altijd van de Nivea. Maar sinds ik boodschappen doe bij Picnic, klik ik deze gewoon aan. En ik vind het ook prima. En ze zijn ook nog goedkoper. Dus ik kom er helemaal goed uit. Ja, even snel over mijn hele gezicht heen. Mijn make-up hoeft er niet helemaal af met deze stap. Het is de bedoeling dat ik het meeste eraf krijg. Zo. Oh, deze ruikt best wel lekker. Zo, stap 2. Ik maak mijn handen een beetje nat. En dan doe ik zo over mijn gezicht heen. Dan pak ik mijn favoriete cleanser. En het is nog steeds deze van Image Skincare. De Ormatic Balancing Facial Cleanser. Ik vind in het leven moet je gewoon voor alles uitproberen. Om te kijken wat echt bij je huid past. En ik ben heel erg tevreden over Image Skincare. Maar heel veel producten van Image Skincare zal ik niet meer kopen. Bijvoorbeeld deze lijn. De Vital C. Ik hoor er heel veel goede dingen over, maar op een of andere manier vind ik het voor mij eigenlijk gewoon helemaal niet zo prettig. Maar ik vind deze lijn, de Ormatic, vind ik echt helemaal geweldig. En ik heb hier ook een nachtcreme van en ik ben hier gewoon echt een heel grote fan van. Maar ja, ik had dus laatst, trouwens ik maak nu mijn vingers nat. Ik heb nu die cleanser erop en ik maak ze nat dat het een beetje gaat schuimen. Ik had dus laatst gelezen in een artikel dat het blijkt dat... De dagcreme of de serum van de Lidl eigenlijk gewoon even goed is als heel dure dagcremes die wij normaal gesproken kopen voor 150 euro of zo. Dus die wil ik heel graag uitproberen. Alleen ik weet niet of die nog beschikbaar is aangezien het overal op internet al is gedeeld. Dan denk ik altijd dat het heel hard gaat. Zo, ik heb even mijn gezicht gewassen. Zo. Spook is weer tevoorschijn. En nu, wat ik nu ga doen. Ik ga dit stap herhalen. Om te voorkomen dat ik nog iets van make-up in mijn gezicht heb. En geloof me, zelfs hierna heb ik nog make-up op. Dus ik herhaal deze stap altijd daarna. Gewoon even lekker snel. Vooral onder mijn ogen vind ik het heel erg belangrijk. Dat ik geen viezigheid heb. Want je weet hoe gevoelig dat gebied is onder je ogen. Dan krijg je ook als eerst rimpels. Zegt iedereen altijd. Dus daar let ik ook heel erg op. En kijk, er komt gewoon nog steeds make-up af. Ik heb het al 2 keer gereinigd en er komt nog make-up af. Zo. Heerlijk. Nu doe ik deze nachtcreme op van Ormatic. Die ik jullie net al liet zien. Het heet de Balancing Biopeptide Cream. En het ziet er eigenlijk zo uit van binnen. En het ziet eruit als toffee. En het ruikt ook echt naar toffee. Ik vind het heerlijk, deze nachtcreme. Ik heb er ook helemaal niet veel van nodig. Maar het is zo'n lekkere nachtcreme. Deze serum van Collistar. En ze zeggen altijd van ja, meng 1 druppel met je dagcreme of nachtcreme. Nou, dat hielp bij mij niet echt. Dus ik dacht, oké, dat is echt onzin. Maar wat ik dus doe, ik doe gewoon dit. Meiden die heel licht zijn, pas op. Op camera's lijk ik lichter dan ik ben. Ik kan het best wel hebben. Ik heb een tintje, ook al zie ik het op de camera niet. Maar ik kan het hebben. Ik doe dus gewoon zoveel op. En ik meng het niet met mijn dag- of nachtcreme. Want dit is dus hoe mijn gezicht bruin wordt. Zonder zonnebank. Echt heel goed uitsmeren. Ook op je oren. Niet in je nek doen. Ik kreeg daar heel erg vlekken van. Zo. Ook hier. Gewoon overal opsmeren. En dan, ik trek het door tot hier gewoon. Niet verder dan dat. Ik heb hier een puistje. Zo.
Nu heb ik alles erop gesmeerd. En dan ga ik eigenlijk gewoon zo slapen. Dit is eigenlijk mijn nachtroutine. Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Sorry als de video iets aan de korte kant is. Ik ga mijn best doen om weer even volledige vlogs te maken. Het viel de afgelopen dagen niet echt mee. Maar dan zie ik jullie gewoon bij de volgende vlog weer. Doei!